terug bij Just Friends. We gaan vannacht naar Mallorca toe. Ik ga zo even douchen en even nog een paar uurtjes proberen te slapen. Want dan om 2:30 s'nachts ga ik opstaan. Dan ga ik me aankleden, alles klaarmaken. En dan worden we om 3:00 s'nachts opgehaald door een taxi. Worden we naar Schiphol gebracht. En dan om 7:30 s'ochtends gaan we vliegen. En ja, dan zie ik jullie in Mallorca. Laten we gaan. Het is nu 1:30 s'nachts. Ik kon niet meer slapen door de spanning. Dus ja, ik ben nu alvast wakker. Mijn koffer is ingepakt. Dat laat ik zo nog even zien. En ja, nu wachten tot we door de taxi worden opgehaald. Zoals jullie kunnen zien is hier mijn koffer. Die rode, die is van een vriend van mij. En er komt zo nog een koffer bij. We zijn bij Schiphol! Hey! Voor de mensen die nog nooit binnen in Schiphol zijn geweest, zo ziet het er dus uit. Ik sta hier met mijn grote vriend Sjoerd. Heb je zin in de vakantie, Sjoerd? Ja, zeker weten. Mooi. Lekker feesten. Mooi, en zeker lekker veel bier zuipen. Ja? Zeker. Ik zit hier met mijn tante Lia, de zus van mijn moeder. En vind je het leuk om met ons naar Mallorca toe te gaan, Lia? Ik vind het hartstikke leuk om met jullie mee te gaan naar Mallorca. Ik heb er echt heel veel zin in. We hebben net gezien dat het heel mooi weer wordt, dus het komt helemaal goed. Supermooi. We zijn eindelijk aangekomen in Mallorca. Het is nu 10:30 ochtends nog steeds. En we gaan nu met de bus lekker naar het hotel toe. Dan ga ik mooi een lekkere warme douche nemen. En dan gaan we de stad in. Aangekomen in het hotel in Mallorca. Dus ik ga jullie nu even een rondleiding geven door het hotel. Waar we drinken kunnen halen. Super chill. Suderans, Coca-Cola, alles hebben we. Koffie. Echt super tof. We zijn nu in Palma de Mallorca in de stad. Dus ik ga jullie even wat plekjes in de stad laten zien. Met mijn moeder uithalen. Ik heb een henna tattoo genomen, maar over een paar uur is hij helemaal droog en dan gaan we het echt op een echte tattoo laten lijken en dan bellen we mijn moeder op en dan uiteindelijk is het zo dat ze de waarheid er pas achter komt wanneer deze video online gaat. Gezien is dit de tattoo Just Friends, mijn YouTube logo. Mam, we gaan je pranken. Mijn moeder pranken. Gaan we naar phone. Contacten. Ik heb een luidspreker. Ik heb mijn luidspreker staan. Hoe is ze achter? Hallo. Hoi mam. Ja, wel goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Nou, dat vind ik fijn. Maar ik moet wat opbiechten. Wat dan? Weet je waarvoor ik gisteravond niet belde? Nou,
Nou, ik was gisteravond met Lia op stap, even één op één. Ja. En toen heb ik een echte tattoo laten zetten. En we kwamen terug in het hotel en Jannie zag dat en die werd helemaal lijp. Ja. Dus ik ben de hele avond met Jannie in discussie geweest daarover. En Jannie is ook heel boos op Lia. En nu is het dus zo, ik heb foto's van de tattoo, dus die kan ik zo naar je toe sturen. Alleen het is namelijk een tattoo van mijn YouTube logo, Just Friends. Maar waarom heb je dat in godsnaam gedaan? Ik wou graag een tattoo, heel graag, en ik vond dat cool. Ja, maar het is nu eenmaal gebeurd. Ja, en ik word het helemaal met jou niet eens. Ik zou ook een poppie link op Lia zijn. Dat ze dat goed heeft gevonden. Ja, maar ik stuur nu even de foto's door en dan bel ik je zo terug. Ja, het boeit me niet. Ik heb het al op die foto gezien, die tattoo. Oh, hoe heb je het al gezien? Ja, je hebt foto's doorgestuurd waar je die mouw omhoog hebt. Ik hoop waar die op je arm staat. Oké, nou dan ben ik dat zeker vergeten. Die foto's die je gisteren doorgestuurd, waar jullie opstaan dat jij je ene arm om Jannie heen hebt geslagen. En op die andere arm zit die tattoo. Oh ja, shit. Nou, dan wist je het dus al. Nee, want ik dacht dat het gewoon een plakplaatje was. Oh, nou het is een echte tattoo. Maar, mam, ik moet nog één ding zeggen. Ja? Geprankt! Haha! Is een henna-tattoo! Maar Peter ook een vieze, vuile flikker. Dit heb ik met Jenny bedacht! Nou ben ik op boos op jou. En Lia staat op de kamer, die is er ook bij. Wat zijn jullie? Jullie zijn allemaal stapelgek, echt waar. Hé, hey, maar... De zon is jullie in de boot geslagen. We zitten nu op de boot en we zitten op de zee. Hoe cool is dat? Weer de vakantievlog. Ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van deze onwijs gave plek op Mallorca. Ze geeft zeker een dikke vette like op deze video. Ook als je hem niet leuk vindt, dat boeit me niks. Gewoon die like dan kapot rammen. En vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. Vergeet zeker niet een reactie achter te laten. Deel deze video met zoveel mogelijk vrienden. En volg ons ook even op social media. De linkjes staan in de beschrijving. En dan zeg ik tot de volgende keer.